Honderden klimaatdemonstranten van Extinction Rebellion hebben zaterdag de A12 in Den Haag geblokkeerd. Rond 1 uur liepen de actievoerders de snelweg op, waardoor al het verkeer dat de stad in of uit wilde, moest omrijden. Met de actie eisen de demonstranten dat de overheid stopt met het geven van fossiele subsidies aan grote bedrijven. Hier zijn we weer voor de fossiele subsidies, dat ze eindelijk afgeschaft worden. Want het kost gewoon bijna 46 miljard per jaar, krijgen die grote bedrijven. Terwijl we gewoon in een klimaatcrisis zitten en dat kan gewoon niet zo langer. Dat gaat natuurlijk nog steeds niet goed. Er wordt te weinig geluisterd door de politiek. Het is met een demissionair kabinet natuurlijk ook allemaal lastig, maar wij snappen gewoon niet dat er zo weinig gebeurt. En het wordt echt tijd om daar weer aandacht voor te vragen. Het is voor mij de vijfde keer in totaal. En eigenlijk is het ritueel elke tijd hetzelfde. De waterwerpers die staan klaar bij Ypenburg, die zullen straks wel komen. En dan wordt iedereen aangehouden. Nou, dan worden we weer aangehouden. En de eerste keer gingen we naar het politiebureau. En de keren daarna naar het ADO-stadion. En daar werd je weer vrijgelaten. In principe ga ik net zo ver totdat we worden weggehaald. Dus er zijn nu vorderingen uitgeroepen om weg te gaan. Maar ja, als wij op het Malieveld netjes zouden staan, dan zou er niemand naar ons luisteren. Dus wij gaan net zo lang door totdat ze ons weghalen. En hopen dat ze dan uiteindelijk denken van, we moeten wel naar hun luisteren. Want ze merken ook dat wij met steeds meer terugkomen. Na ongeveer 3 kwartier greep de politie in en werden de demonstranten weggehaald van de snelweg. Rond 5 uur was de snelweg leeg en weer open voor verkeer.